We rijden dus met Shimano Dura-Ace 9150. Vorig jaar was het eerste jaar dat we mee reden, daarvoor was het een prototype. We hebben eigenlijk altijd met Shimano gereden. En steeds komt er natuurlijk weer een update van groepsets. Vanaf het eerste moment ook met DI2, altijd met elektronisch schakelen gereden. Wij rijden met 1125 en 1128 en soms zelfs 1130. Een beetje de trend is wat ook ons advies is om toch hoge cadans te rijden. En eigenlijk een standaard cassette is bij ons al 1128 en daar rijdt eigenlijk iedereen mee. Ik vraag het wel aan de juiste persoon, want ik ben nog een van de renners die het meest wisselt achter. Ik rijd liefst de vlakke ritten met een 1125 pion, omdat ik de 16 gewoon een heel lekker versnellingje vind. Ook op mijn trainingsfiets heb ik dat in Noord-Holland. De 28 steek ik voor een normale bergrit. En als het tegenwoordig heel lastig wordt, hebben we ook 30's. Blijft het ook wel over het twijfelen, zeker als je klimmen niet kent. En tijdingspercentages op papier, dat zegt niet altijd alles. Ik heb eigenlijk altijd een 36er wel op liggen, want ja, zwaarder kan altijd wel. Maar lichter houdt het op een gegeven moment op. Dus ik heb vaker meer de voorkeur voor een lichter tandje erbij. Dit is de SCI, de shifter. Eigenlijk lopen alle kabels allemaal door het stuurpen en dan in het frame voor een optimale aerodynamica. Dus dit is de nieuwe achterderieur 9150. Die valt eigenlijk helemaal binnen het frame. Dat heeft dus een aerodynamisch voordeel, maar ook bij een eventueel valpartij dat het niet beschadigt. Bij deze groepset heb je eigenlijk keuze uit 3 verschillende settings. Dat is gewoon normaal schakelen, dus wat je ook bij een mechanische groepset hebt. Dan heb je synchro shift, dat is als je achter schakelt eigenlijk met je derieur. Dan kan die vanzelf op het buitenblad of op het binnenblad gaan. En je hebt semi-synchro shift, dat zit er een beetje tussenin. Dus als je dan voorschakelt van buitenblad naar binnenblad, wat je normaal eigenlijk automatisch al doet, even 2 tandjes zwaarder, dat doet hij dan vanzelf. Bluetooth connectie zit erin, dus kun je aan je smartphone koppelen. Er zijn oneindig veel mogelijkheden. De full synchro shift gebruiken we eigenlijk nog niet heel veel met de renners. Dat is toch allemaal een beetje nieuw, even aftasten. Maar ik denk echt wel dat het een voordeel geeft, dus dat we wel steeds meer die kant op gaan. Dat hebben we eigenlijk volgens mij bijna allemaal uitstaan. Het zit echt zo in je hoofd geprogrammeerd van wanneer je naar het binnenblad wil en waar je dan met welke omwentelingen dat je dan wil trappen. Je wil eigenlijk ook als je van buiten naar het binnenblad gaat, dat je veel lichter trapt en niet maar een beetje lichter. Ik bepaal toch liever zelf wel hoe ik hem steek en hoe het ligt. Dus bijvoorbeeld ook als je op een binnenblad rijdt, dan kun je niet met die 2 zwaarste tanden achterrijden. Ja, soms in een sprint of wat dan ook. Je hebt niet even tijd om naar een buitenblad te gaan of wat dan ook als je nog net te licht zit te draaien. Ik snap het principe gigantisch goed hoor. Voor mijn vrouw, die wil het liefst voor niet schakelen, want dat vindt ze maar vervelend. Voor die doelgroep is het fantastisch. Maar als ik afschakel, dan kan ik zelf die 2 tandjes achter ook wel even snel bij doen. Of soms niet als het heel stijl begint. Dus nee, ik gebruik het niet.